Goedemorgen, geliefde gemeente. En u die te gast bent of via internet met ons meekijkt of luistert, welkom in deze dienst waarin dominee Mulder ons zal voorgaan. Allereerst een bericht van overlijden. Zaterdag 11 november is overleden onze broeder Willem de Kruif. Broeder de Kruif is 82 jaar geworden. Hij woonde op het adres Scheepjeshof 37 in Veenendaal. Nadere gegevens omtrent de condoleans en de begrafenis zijn er nog niet en zullen u later deze week via een extra zondagsbrief worden toegestuurd. Straks in de dienst zullen we broeder de Kruif gedenken en in ons gebed zullen we zuster de Kruif, de kinderen en de kleinkinderen aan de Heere opdragen. De schriftlezing in deze dienst is gekozen uit Psalm 23 en het thema van de verkondiging is: dicht bij de herder is het goed. De collecte in de dienst is bestemd voor toerusting, jeugdwerk en gezinnen. En de collecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk, wat u kunt vinden op de zondagsbrief of op de website. Dan nog een herinnering. Na deze dienst kunnen de bestelde adventspakketten voor de kinderen worden afgehaald. Die zullen u worden uitgereikt bij de uitgang. We gaan nu ter inleiding op deze dienst de schoolpsalm zingen. En dat is Psalm 113, vers 2. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw zitplaatsen op te staan. Afgelopen zaterdag is onze broeder Willem de Kruif ontslapen. Hij heeft de leeftijd van 82 jaar mogen bereiken. Hij was een gezonde man,
maar kreeg een bacteriële infectie. En wat er ook geprobeerd werd, de medicatie kreeg geen grip hierop. Hierdoor verzwakte hij snel en werd hij van een gezonde man ernstig ziek en moest hij opgenomen worden op de IC, op de intensive care. En gisteren is hij daar ontslapen in de Heere. Hij wist zich geborgen in Gods hand en had vooraf al op papier gezet wat er op de kaart moest komen en wat er gezongen zou moeten worden, ook tijdens dit moment. De tekst op de kaart die zal zijn uit 2 Korinthe 12, vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En hij wilde graag dat we bij het gedenkmoment zouden zingen. Psalm 43, vers 3 en 4. Laten we hem gedenken door deze coupletten met elkaar te zingen.
U weet dat het de planning was dat ik vandaag een dienst zou leiden of in ieder geval bij zou wonen in Pakistan. Maar vanmorgen mag ik in uw midden zijn. De reis ging niet door. En vanmorgen wil ik samen met u stilstaan bij wat nou echt belangrijk is. Want u zult vast ook wel eens van die momenten hebben dat je denkt, ja, je plant iets en het loopt helemaal anders. En dan denk je, ja, ik heb alles ervoor gedaan en het lukt niet. Nou ja, zo is dat voor mij ergens in het voorbereiden van de reis naar Pakistan die niet doorging. Maar wat is nou echt belangrijk? Is dat nou belangrijk dat ik weet waarom? Is het nou belangrijk dat ik grip heb op alles? En toen kwam ik bij Psalm 23. Wat nou echt belangrijk is in het leven, dat is dat je een herder hebt. En dat je kan zeggen, de Heer is mijn herder. En daar gaat het vanmorgen dan ook over. En daarom zingen we ook verschillende keren over God die een herder is. En zo ook nu naar de wetslezing. Het Psalm 80, vers 1 en 2. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jacobs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Psalm 80, vers 1 en 2, naar de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht misbruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
We mogen samen in het gebed tot de Heere gaan. En zo samen danken met broeder en zuster Jan en Jannie van de Bovenkamp van de Savorien Lomanstraat 41. Zij mochten op 9 november gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Psalm 37 vers 5, dat was een huwelijkstekst en die tekst is nog steeds van betekenis, zo mogen ze ervaren. Zullen de Heer ook danken voor de geslaagde ingreep die zuster Laurette Hazendonk mocht ondergaan van de Van Ravenswaai erf 10. De operatie aan de liesbreek is goed gegaan en ze mag nu thuis verder herstellen. Zullen de Heer ook danken met Patrick en Mies Timmers van de Prins Bernhardlaan 177. Zij zijn afgelopen vrijdag verblijd met de geboorte van een zoon. Zijn roepnaam is Nauk. Zijn doopnamen zijn Nimre, Patrick, Jonathan. We zullen samen ook voorbeden doen voor de nabestaanden van de gisteren overleden broeder Willem de Kruif. Uiteraard zijn vrouw Annie de Kruif van de Scheepjeshof 37. En ook het gezin van Peter en Anita Akkerman de Kruif van de Splitting 8. Dat is de vader van Anita. Die dragen van de Heren op. We denken ook aan broeder Jan Budding van de Cuneraweg 421. Hij moest afgelopen week opnieuw geopereerd worden vanwege een lek in zijn dikke darm. Ze hebben een stuk ertussen uitgehaald. De ingreep is geslaagd en de hoop is dat nu echt de weg van herstel kan worden ingeslagen. En de eerste uitslagen van de bloedwaren die zijn goed. Dus het duidt op een goede herstel. We bidden opnieuw ook voor Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. Het jonge leven, omdat zij afgelopen donderdag op vrijdagnacht opgenomen moest worden in het ziekenhuis in Tiel, omdat ze het RS-virus heeft opgelopen. Ze ligt aan de sonde en ze krijgt ook zuurstof. Wij denken ook aan Otto van Beek van de Arnhemse weg 23 uit Leusden. Hij is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege longontsteking. En mogen de Heren danken dat hij weer terug kon naar de groep waar hij verblijft. En we bidden tegelijkertijd ook om Gods zegen over de verdere behandelingen. We denken in ons gebed ook aan het gezin van Ben en Stijnie Post van de Lange Dreef 42. Vanwege het overlijden van de moeder van Ben. Ze is gisteren ontslapen in de Heren in de leeftijd van 85 jaar oud. Zullen we samen in het gebed tot de Heren gaan. Machtige Heere, genadige God, U die zich laat kennen als de herder. En we danken U, Heere, dat U de goede herder bent. En dat we mogen zeggen dat U onze herder bent en wilt zijn. En geef dat wij allemaal, Heere, vanmorgen mogen weten en belijden. U bent mijn herder. Ik mag een schaap van U zijn. En ik hoor bij Uw kudde. Heren, dat is een voorrecht. Dat U een God bent die zoekt wat verloren is. Die opraapt wat gevallen is. Die herstelt wat gebroken is. We danken U, Heren, dat U een God bent die deze wereld heeft gemaakt, maar dat niet loslaat. Maar dwars door alles heen komt en in Uw genade ons opzoekt. En het feit dat we deze dienst mogen beleggen, Heren, is weer een teken van Uw opzoekende liefde. Dat U ons allen op het oog hebt, dat U ons wilt leren wat het is om U te kennen als mijn herder. Grote God, geef ons dan een gezegende dienst. Want U als de herder weet ook wat Uw schapen nodig hebben. U weet welke schapen afgedwaald zijn. Trek ze terug, Heren. U weet welke schapen er zo weinig met U te maken willen hebben. Laat ze zien wie U bent. U weet welke schapen er onderweg het zwaar hebben gekregen. Troost U ze. Heere, geeft U ons zo een goede dienst, waarin we mogen merken dat U als herder naar ons omziet. Dat U tot ons komt in het woord, in wat we zingen, wat we lezen, wat we horen. Wat in onze gedachten boven komt. Dat U in Uw zegen tot ons komt. Genadige Heere, ziet U dan om naar ons allen. Of we nu hier zitten vanmorgen vol dankbaarheid. Of op afstand verbonden zijn. Of dat ons leven ook vooral vol zorgen is. Zorg om onszelf. Zorg om anderen. Wij zijn maar kwetsbaar, Heren. Wij hebben U nodig.
En zoals een schaap zich moeilijk kan verdedigen, Heere, tegen de aanvallen van roofdieren, zo zijn wij soms ook zo slecht in het verdedigen tegen aanvallen van de boze. Wilt u ons dan helpen om onze wapenrusting aan te doen? Maak ons gereed om staande te blijven. En weer de boze van ons. Verbreek zijn werk. En laat ons als uw schapen, als uw kudde, uw naam loven. En laat mensen aan ons zien dat u voor ons zorgt. Grote God, we willen u in het bijzonder ook danken dat broeder en zuster Jan en Jannie van de Bovenkamp 50 jaar getrouwd mogen zijn. U heeft ze in al die jaren gezegend. In mooie jaren, ook moeilijke jaren, u was erbij. En ze mochten meekrijgen. Wentel uw weg op de Heere. Vertrouw op hem. Hij zal het doen. U heeft het gedaan. U bent goed geweest. Wij danken u daarvoor. We bidden u om uw zegen, ook voor de toekomst. Wij zijn samen nabij. Met de kinderen, de kleinkinderen. Vul ze met uw geest. Geef dat ze achter u aan mogen. En bij uw kudde mogen horen. Grote God, we danken u dat Loretta Hazendonck de ingreep mocht ondergaan. Dat was nodig vanwege de liesbreuk. Breuk, Heere, u heeft daarin voorzien. De operatie is geslaagd en ze mag u thuis herstellen. We danken u daarvoor en we bidden u ook om een goed herstel. Help haar als ze waarschijnlijk ook niet te veel mag tillen. Heere, met jonge kinderen is dat toch ook lastig? Wilt u bij hen zijn? Zegent u hen als gezin in alle dingen van het leven. We danken u ook voor het nieuwe leven wat geboren mocht worden. Heere Patrick en Mies Timmers mochten verblijd worden met de geboorte van een zoon. Nauk, u heeft leven gegeven, leven gespaard. Wij zijn dankbaar, Heere. Ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt, geweven in de moederschoot. En nu, Heere, in hun gezin. Wij danken u daarvoor en bidden u ook zo om uw zegen. Geef dat Mies goed mag herstellen, dat Nauk goed mag groeien. Wij zijn Patrick als vader. En zegt u ook Owijn, Silan en Ot als grote broers. Heer, we bidden u ook om troost. Om troost en nabijheid voor de nabestaanden van broeder Willem de Kruif. We dragen zijn vrouw aan u op. Heer, een paar weken geleden was hij nog zo gezond. Was hij in ons midden. Kon hij nog doen wat hij graag wilde doen. Maar een bacterie. En de medici weten niet hoe ze het onder controle krijgen. En hij glijdt zo uit haar handen weg. Ja, wel uit haar handen, uit de handen van het gezin. Maar niet uit uw handen. Hij mag vertrouwen op u. Hij is ontslapen in u. Heere, wilt u dan alstublieft ook zijn met de nabestaanden. Annie, het gezin van Peter en Anita Akkerman. En ook de andere familieleden, vrienden, mensen die om hen heen stonden. Troost u ze. Wees bij hen als de gang naar het graf gemaakt zal mogen worden. Geef ook dan wat nodig is. We bidden u, Heere, ook voor Jan Budding. We danken u dat het duidelijk werd wat er aan de hand was, waarom hij zich niet lekker voelde. Dat de ingreep kon plaatsvinden en dat nu de eerste uitslagen ook goed zijn. U heeft daarin voorzien, Heere. Wilt u Jan dan ook nieuwe levenskracht geven? Geef dat herstel voorspoedig mag blijven gaan. Dat hij ook zo snel mogelijk weer naar huis kan. Zegent u hem zo. Zorgt u als de goede herder voor hem, voor Hetty, voor hun gezin. Heere, wees u ook bij de kleine Bente Averink. U weet, Heere, dat we in het verleden al verschillende keren voor haar gebeden hebben. Wegen de ziekte die ze heeft. En nu komt er ook nog het RS-virus overheen. Ontferm u, Heere, over dit jonge leven. Zegent u de zorg die gegeven wordt, de zonde die ze heeft, zuurstof wat ze krijgt, te geven dat het lichaam sterk genoeg is om haar weer te herstellen. Wees ze nabij, Heere. Zegt u Geert en Hanneke ook als ouders, als ze opnieuw in het ziekenhuis moeten verblijven, troost ze en draag ze. Zorgt u als de goede herder, ook voor hun. Machtige Heere, we danken u dat Otto van Beek opgenomen kon worden in het ziekenhuis. Heer, het was nodig. De longontsteking maakte dat hij niet meer kon blijven bij de groep waar hij verblijft. U heeft de medische zorg willen zegenen. En nu was het enigszins mogelijk. Dus hij ging weer terug naar de groep. We danken u voor uw zorg. Voor het zegenen van de medicatie. Voor de zorg die verleend kon worden. En bidden u ook voor het vervolg.
de medicijnen blijven zegenen? Wilt u bij Otto zijn als hij zich toch niet goed kan uiten, ze niet kan spreken? U kent hem wel. U kent hem tot in zijn hart. En wilt u dan als de herder ook zich omringen, ook zich zorg dragen voor dit schaapje van u? Zegen ook zo zijn ouders en de verdere familie. Heer, we vragen u ook om uw nabijheid voor Ben en Stijnie Post. Als zij in korte tijd opnieuw de gang naar het graf zullen moeten maken. Kort geleden al de vader van Ben. En nu is de moeder van Ben. Ontslapen in u. 85 jaar oud mocht ze worden, heren. Heeft er al die jaren gegeven. En we danken u dat ze mocht weten. Dat ze mocht getuigen. Dat u ze thuis gehaald heeft. Dat haar strijd erboven is. En dat zij nu bij u mag zijn. Maar wees u ook bij degene die nog verder moet in het leven. Gaat u mee met het gezin, familie. Troost ze en help ze om deze gang te moeten maken. Gaat u met ze mee. Verheerlijk uw naam, ook in die situatie. En machtige Heere, zo slaan we onze ogen op tot u. Een aantal mensen hebben het bijzonder genoemd. En u weet, Heer, ook dat het eigenlijk de planning was dat ik in Pakistan een dienst zou bijwonen of wellicht zou voorgaan. Maar het is anders gelopen. Vader, wat u doet is goed. U weet als herder beter wat nodig is. En bidden u voor het land, voor het volk, dat toch noodhulp nodig was vanwege de overstroming, vanwege die aanval op christenen. Het visum is niet gekomen. Maar zegent u het werk wat daar gedaan wordt, tot de eer en glorie van uw naam. Grote God, aanvaard onze dank. Hoor ons gebed. Hoor ook onze lof. Want u bent het waard, Heer, het ontvangen. Alle lof, alle dank. Van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, ik heb een plaatje meegenomen. Het komt uit de kinderbijbel. En als je naar het plaatje kijkt, dan zie je er van alles op, denk ik, hè? Als je naar het plaatje kijkt, wat valt jou dan op? Als je iets opvalt, mag je je vinger opsteken. Wat valt jou op als je naar dit plaatje kijkt? Ja, ze moet heel duidelijk praten, zeg het maar. Je ziet schapen, ja, heel goed. Ik zie er drie, heel goed, drie schapen. Wat valt nog meer op als je dit plaatje bekijkt? Wat zie je nog meer? Ja. Een harp, ja. Ja, dat klopt. Er zit iemand met zo'n harp. Wat is dat ook weer voor iemand? Ja. David, kijk, jij gaat gelijk al verder. Want David was inderdaad een herder. Hij zorgde voor de schapen. En hij had ook een harp. Hij kon heel goed muziek maken en heeft ook heel veel liederen gemaakt. Nou, op basis van zijn ervaring als herder, hij weet hoe het is om te zijn met de schapen, heeft hij ook een lied gemaakt. Het lied De Heer is mijn herder. En daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. Daar gaan we over lezen. We lezen met elkaar Psalm 23. En als we de psalm gelezen hebben, dan zingen we hem ook, alle drie de coupletten. En boven staat, de Heere is mijn herder. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen.
Naar de preek zingen we uit Psalm 100, het tweede en vierde vers. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt. Een volk tot zijn dienst bereid. Psalm 100, vers 2 en 4, naar de verkondiging. En dat gaat natuurlijk over Psalm 23. Het thema voor de preek is, dicht bij de herder is het goed. Drie punten als structuur voor de preek. Hij doet, u bent, ik zal. Hij doet, dan kijken we vooral naar vers 1 tot en met 3. En dan lees ik alleen vers 2a. Waar staat, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En in vers 1 tot en met 3 lees je verschillende keren het woord hij. Waarin de dichter verwijst naar God in de derde persoon. En dan u bent, vers 4 en 5, dan gaat het over u. Ik lees alleen nog vers 4b. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. U bent, het wordt veel persoonlijker. En als laatste dan, ik zal, vers 6, lees ik nog vers 6b. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Hij doet, u bent, ik zal. En gemeente van Christus, u die vanmorgen hier in de kerk aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent, daar loopt hij op het schoolplein. Hoe oud zou die zijn? Een jaar of 8. En je merkt aan hoe die loopt dat hij er een beetje verlaten bij loopt. Ja, zijn beste vriend is ook niet op school vandaag. Dus ja, daar zat hij altijd naast. Ja, nu zit hij maar alleen daar in dat hoekje. En het is pauze. En hij wilde mee gaan voetballen. Ja, daar zijn de jongens aan het voetballen, maar hij mocht niet meedoen. En iets verderop zijn ze bezig met de vloer is lava. Mag ik meedoen? Nee, we zijn al lang begonnen. En hij loopt er een beetje verlaten bij, alleen. Ja, zo'n dag op school, alleen. Niet spelen. En uit school gaan verschillende van zijn klasgenoten met andere kinderen spelen. Maar ja, hij gaat alleen naar huis. Tja. En thuis is hij een beetje mopperig en een beetje zeurderig. En op een gegeven moment maakt hij het zo bont dat zijn moeder zegt, ga jij maar eens naar de gang. Ga jij maar eens even de trap zitten. Ja, nou zit hij daar. Alleen. Hij hoort binnen gezelligheid. En hij weet van andere vriendjes van school, ja, die zitten gezellig met anderen te spelen nu. En hij zit daar alleen. Hij voelt zich een beetje eenzaam. Hij vindt het allemaal een beetje lastig. Misschien herken je wel in dit jongetje. Dat jou dat ook wel eens is overkomen. Of dat je ook zoiets herkent in je leven. En dat gaat dan vanmorgen echt niet alleen maar over de kinderen. Ook als je volwassen bent, dan kun je je soms buitengesloten voelen. En niet begrepen. En alleen. En eenzaam. Soms zelfs midden tussen een hele groep mensen. Dat je toch jezelf alleen voelt. Maar weet je wanneer je nou echt alleen bent? Als de Heer niet bij je is. Natuurlijk, het is heel vervelend als kinderen niet naar je omzien. Of als je alleen voelt, te midden van volwassenen. Als je niet begrepen voelt. Weet je wanneer je echt eenzaam bent? Als de Heer niet bij je is. Dat is tenminste wat die ene schrijver, die ene dichter ervaarde. Die dichter die zelf een moeilijk leven heeft gehad. Die weet wat het is om alleen te zijn en eenzaam. Die periode heeft gehad van angst, eenzaamheid. Het was alleen zijn jeugd. Voor zijn broers telde hij niet mee. Voor zijn vader ook niet. Hij voelde zich het buitenbeentje van de familie. En zijn relatie? Zijn vrouw die keek een beetje op hem neer. Wie jij nou voor iemand eigenlijk? Zijn schoonvader wilde hem eigenlijk graag ook kwijt. Er waren mensen die hem in isolatie dwongen. Zijn tijd geleefd in een donkere grot. En het heftigste was misschien nog wel dat zijn beste vriend, degene met wie hij nou echt van hart tot hart kon spreken, die stierf. Genoeg reden om eenzaam te zijn en alleen. En deze man die pakt zijn pen. Hij begint te dichten en hij schrijft het wereldberoemde lied. De Heere is mijn herder.
Het ontbreekt mij aan niets. Ja, David weet wat het is om in het leven soms alleen te moeten staan. Soms mensen tegenover zich te hebben en dingen niet te begrijpen. Maar hij weet ook hoe goed het is om de Heere te kennen als herder. Ja, als hij het in deze psalm heeft over de Heere is mijn herder, dan is dat niet iets unieks, want je komt het op verschillende plaatsen tegen in de Bijbel. Als je kijkt bij de tekstverwijzing in vers 1, dan zie je dat. Jeremia, Jesaja, Ezechiël, Nieuwe Testament. Dat beeld van die herder wordt heel breed getrokken. De Heere is de herder. Maar het unieke van deze psalm is toch wel dat David het nou zo naar zich toe haalt. Ja, God is de herder. En God is de herder van het volk. En hij zou kunnen zeggen, de Heer is onze herder. Maar in alles wat hij meegemaakt heeft en wie hij is, zegt hij, de Heer is mijn herder. Van mij. Hij is de, onze, maar vooral mijn herder. En als iemand weet wat het is om herder te zijn, werd het al opgemerkt door de kinderen, ja, dan is het David toch. David, die wordt toch ook geroepen bij de schapen vandaan. Samuel komt een van de zonen van Isaï zalven. En waar is David? Die is nog bij de schapen. Ja, die hoort er eigenlijk niet bij. En verschillende keren staat er in de Bijbel dat God zijn koning bij de schapen vandaan geroepen heeft. Dus David, die weet wat het is om herder te zijn. Om met schapen om te gaan. En wij kunnen daar soms zo'n heerlijk romantisch beeld van hebben, denk ik. Ik weet niet of u wel eens bij de schaapskooi geweest bent in Ede. Ja, dat kan het heel vredig eruit zien, toch? Als je zo'n kudde ziet trekken over de hei. Vredig, prachtige schapen. En die herder die sjokt een beetje mee. Er loopt nog zo'n hond bij. Maar als je dichtbij kijkt, ja, dan blijken schapen ook een soort puberteit te hebben. Dat is tenminste wat een herder en heerder mij vertelde. Die worden dan vaak ook even apart gehouden van de kudde, want die bokken nogal, die zorgen voor onrust. En er zijn van die schapen die willen graag hun eigen gang gaan, hun eigen pad volgen. Het is intensief. Ja, voor herders in deze tijd, in ons land ook, want ja, er is een wolf, er zijn wolven. Maar in de tijd van David had je geen weilanden, nog geen prikkeldraad, geen stroomdraad. En daarom zegt hij het ook op een gegeven moment tegen Saul. Ik heb een leeuw en een beer verslagen om een schaap, om een lammetje te redden. David die weet hoe belangrijk het werk van de herder is. Het is opletten, het is beschermen, het is zorgen voor. En David die heeft die schapen ook wel goed bekeken. Als je bekijkt in boekjes, wat zijn ze dan prachtig wit, hè? Of in ieder geval, als ze een andere kleur hebben, mooi schoon. Ziet er zo zacht uit, zo lief. Zo harmonieus. Ja. Ga maar eens even kijken bij zo'n schaap. Zeker in het voorjaar. Dan is die vacht vuil. Smerig. En het geluid dat zo'n beest maakt, is dat nou zo mooi? Als iemand wat afweet van het herder zijn, dan is het David. Als iemand wat kent van schapen, dan is het David. En als hij zegt, de Heere is mijn herder, dan zegt hij dus ook, ik ben zijn schaap. En dat vind ik vanmorgen toch wel een interessante. Wat bedoel ik? Nou, als je zegt ik ben zijn schaap, dan moet je weten, in de Bijbel staat een schaap voor een afhankelijk dier. Voor een dom dier, een eigenwijs dier. Kijk, een schaap is afhankelijk. Als er een roofdier aankomt, kan het niet wegvliegen. Het kan niet hard wegrennen. Het kan niet in een hol onder de grond. Wat kan een schaap? Een schaap is een bolletje wol. Het kan niks. Het is afhankelijk. Het is ook een wat dom dier. Het verdwaalt zo. Lucas 15. Het is een eigenwijs dier. Het gaat makkelijk zijn eigen weg. Tja. David die weet wat een herder is. Die weet wat schapen is. Met dat hij zegt, de Heer is mijn herder. Zegt hij, ik ben zo iemand. Ik ben afhankelijk. Ik ben soms dom. Ik ben soms eigenwijs. En de kern is, zonder herder red ik het niet. Zonder herder kom ik om, zonder herder haal ik het niet. Ik ben iemand die erachter gekomen is dat ik een herder nodig heb. Want ik red het niet alleen. Alleen kom ik om. Ik heb iemand nodig die als een herder voor mij zorgt.
En ik weet dat er iemand is die voor mij zorgt. De Heere is mijn herder. Gaan we vanmorgen dan naast David zitten. En voor velen is dat een heel bekende psalm zijn. Gaan we vanmorgen naast David zitten en zeggen, ja David, ik weet niet zoveel van schapen en herder zijn, maar dit heb ik ook geleerd. Ik heb mezelf leren kennen als iemand die het zelf niet redt. Ik heb mezelf leren kennen als iemand die afhankelijk is. Maar ik heb ook de Heere leren kennen als degene die nou voor mij zorgt, die mij beschermt, die mij redt. En ik val David bij als hij zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nee, dan heb ik niet alles wat ik wil, niet alles wat ik fijn vind, niet alles wat ik denk dat ik nodig heb. Maar ik kijk naar hem en ik weet, ik heb geen gebrek. Heerlijk toch, als je dat kan bijvallen. Gewoon kernachtig, te midden van je leven, dat je zegt met alles wat er speelt. Hij is mijn herder. Hij zorgt. En daarom geen gebrek. En misschien is er iemand die zegt, ja, ik vind dat toch vanmorgen nog lastig om dat gelijk bij te vallen. Want ja, er zijn toch dingen waar ik tegenaan loop. De gezondheid van mij. Ik voel me soms alleen staan, want ik kan niet wat ik wil. Of die zonde in mijn leven, ik krijg hem maar niet in de greep. Dat mijn hoofd. Een gezin. Ja, als het beter gaat, dan kan ik van harte zeggen, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En toch vind ik het opmerkelijk dat je deze psalm nou juist heel vaak tegenkomt bij mensen en in situaties dat het moeilijk is. En dat je denkt, hoe kunnen zij nog geloven? Zijn er onder ons die daarvan weten? Ik kreeg van een aantal een berichtje toen ze zagen dat de preek hierover ging. Dat ze iets vertelden over wat deze psalm had betekend voor hen. En wat deze psalm heeft betekend in bepaalde situaties. Het is toch heerlijk om te kunnen zeggen. In alle moeite. Ik heb misschien niet alles wat ik wil. Maar als de herder bij mij is, heb ik geen gebrek. Want wat hij doet, is goed. Ja, wat doet hij dan? Nou, hij doet heel veel. We zijn bij het eerste punt. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Kijk, wij hebben onze weilanden. Afgerasterd, vaak groen. We kunnen makkelijk besproeien. Maar dat was natuurlijk in de tijd van David anders. Zeker hoog zomer. Ja, dan zocht je naar de plekken waar gras kon zijn, waar een bron was. En dan was het zonder afwachten, want ja, als er een andere herder al geweest was, was je te laat. Maar David zegt, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Weet je wat dat beeld is? Dat is een beeld van overvloed. En wanneer gaat een schaap liggen in die situatie? Dat is als het verzadigd is en dat is als er geen angst is. Als een schaap aanvoelt dat er een roofdier in de buurt is, dan gaat het niet liggen. Maar David zegt, hij laat mij neerliggen in grazige weiden. Er is overvloed. Ik hoef niet alles maar te pakken wat er maar is, elk grassprietje mee te pakken. Maar wat er is voldoende. Ik mag liggen en dan gaat een schaap ook herkauwen. Herkent u dit beeld gewoon in uw leven? Ik denk dat wij, de meeste van ons, best wel een jachtig leven hebben. Onze agenda drukt ons vooruit en je moet door. Is nou vanmorgen, bent u nou naar de kerk gekomen als schaap? Dat u dacht, weet je, ik ga vanmorgen gewoon weer heerlijk neerliggen in grazige weiden. Ik laat het op me afkomen. Ik word overladen met Gods zegeningen. Hij zorgt als een herder voor mij. Mag de Heere dat doen? Soms denk ik wel eens dat wij dat neerliggen kwijt zijn geraakt. We zijn heel goed in regelen en organiseren en aanpakken. En doorgaan. En als je in het moment niks gedaan hebt, dan voel je je schuldig. Met de herder leven is dat je soms gewoon mag neerliggen. Dat je naar de herder kijkt en zegt, Heere, u geeft mij zoveel. Mag u vanmorgen zo neerliggen in grazige weiden. Hij doet veel, want hij leidt mij zachtjes
naar stille wateren. Je had vaak stilstaand water, dat was vaak brak, zout, dat kon je niet drinken. Je had ook snel stromend water, dat was gevaarlijk, je kon erin meegezogen worden. Maar hier gaat het over stille wateren. Je kan ook vertalen met vredig water of water van rust. Het is veilig om te drinken. Merk je dat? Dat je als schaap, zo afhankelijk als je bent, dat je mag zien. Heere, het is niet brak wat ik van u krijg. Het is niet snel stromend. Maar ik mag bij u nou tot rust komen. Tot rust aan uw vaderhart. Of is het misschien zo dat u door oneenigheid of door ruzie, dat er daardoor snel stromend water is in de gemeente. Of dat je vastzit in je geestelijke vragen en je laat je er niet uithalen. Dat je daardoor brak water drinkt vanmorgen. Dat je wel dat beeld hebt van die herder en dat schaap. Maar dat het op afstand staat en dat je zout water zit te drinken omdat je vastzit in je eigen zuur. Broeders en zusters, kijk dan eens naar deze herder. Hij wil je laten neerliggen. Hij wil je leiden aan stille wateren. Drinkt u vanmorgen al? Ik weet het, is vanmorgen een eenvoudig beeld. Maar mag het ook echt binnenkomen? Is de Heere zo uw herder? Die elke dag voedt. Die elke dag geeft wat nodig is. En kun je zeggen, ja, hij verkwikt mijn ziel. Hij geeft nieuwe kracht, zegt een andere vertaling. Dat hij je van binnenuit vernieuwt. Dat liggen. Dat zijn bij de Heer. Dat gevoed worden door hem. Dat nou iets verandert in je. Dat je op een nieuwe manier laat kijken naar alle zorgen. Dat je op een nieuwe manier laat kijken naar je leven. Naar sterven. Naar wat nou belangrijk is. Hij verkwikt je. Ja, dominee, ik zie die mensen die komen uit de Pniokerk lopen. En je merkt, ze zijn verkwikt. Er is iets in hun leven van vreugde, van kracht. Ik weet niet wat dat is, ik wel. Ze zien wie de Heer is. Want hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Ja, hij trekt je. Deze herder heeft twee attributen, een stok en een staf. En die twee attributen die zijn tot troost. En die stok, daar slaat hij mee. Nee, jongelui, daar slaat hij niet het schaap mee. Maar daar wordt die leeuw mee geslagen. En die beer. En die wolf als die er was. Die wordt er mee geslagen. Die stok vertroost mij. Want als iets mij aanvalt, dan is hij bij mij. En hij slaat het van mij af. En die staf. Met die kromming. Ja, als ik dan soms de verkeerde weg op ga. Te dicht bij dat ravijn. Te dicht bij dat snel stromende water. Of een slok wil nemen van dat brakke water. Dan trekt hij me. Hier komen. In het spoor van de gerechtigheid. Hij wil graag dat je bij hem blijft. Dat je in het spoor gaat dat hij voor je gebaand heeft. Omdat dat je brengt. De plekken waar je kunt laven. Waar je kan eten, kan drinken. Broeders en zusters, merkt u dat wel eens? Dat de Heer u trekt. Is hij misschien vanmorgen bezig in deze preek om jou te trekken? Want jij hebt eigenlijk je rug naar God toestaan. Je denkt, herder, prima, maar ik ben een schaap, die gaat mijn eigen weg. En merk je dat hij je vastpakt, dat hij je trekt. Zeg, kom. Of als u het even niet meer zag, dat hij met uw kop de verkeerde kant op gaat. Ja, je hoort nog bij de kudde. Als je kijkt naar al die dingen die zo lastig zijn of die zo aantrekkelijk zijn. Merk je dat hij met die staf aan je hoofd trekt en je weer richt op hoe goed hij voor je wil zorgen. Ja, hij wil je leiden in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Tot zijn eer. Tot zijn glorie. Weet u wat het hartsverlangen van die herder is? Dat als anderen eromheen die kudde zien met die herder, dat ze dan zeggen, wat is die herder goed? Wat is die herder geweldig? Dat hij kan zorgen voor zo'n schaap. Dat hij zo'n schaap in het gelid krijgt. Dat hij zo'n schaap tot rust brengt. Ja, dat nodigt uit. Hij trekt ons vanmorgen met liefde.
Ja, wie? Wie zou deze God nou niet als zijn herder willen? Wie zou vanmorgen nou niet willen zeggen: U, Heere, bent mijn herder. U. Dat zijn we het tweede punt van de preek. Hij doet. U bent. Ja, het wordt wat persoonlijker. Het gaat van de derde persoon naar de tweede persoon. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Ja, het gaat echt de diepte in dus. Dal, schaduw, dood. Donker, duisternis. En juist als het nou echt erop aankomt, als het erom gaat spannen, als het zwaar wordt, ja, wat zegt de dichter dan? Ik zou geen kwaad vrezen, want hij is bij mij. Juist als het zo donker wordt en dan zijn we in het hart van de psalm, dan zegt de dichter, nou, kijkt hij naar de Heer en zegt hij: U bent met mij. U, wij hebben contact. U die dichtbij bent. Wat een wonder. Deze herder die de goede herder is, die zegt niet: wij gaan maar niet door het dal heen. Ik leid je wel allemaal op de makkelijke wegen. Nee, de herder die leidt je soms door een donker dal, vol schaduw van de dood. Maar deze herder zegt niet: succes ermee, ik zie je straks aan de andere kant wel. U bent met mij, juist als het donker is. Prachtig toch? En als je dan kijkt naar de plaats van Psalm 23, die staat tussen Psalm 22 en Psalm 24 in. En Psalm 22 en Psalm 24 worden getypeerd als koningspsalmen. En hoe is God als koning? Is hij een koning die zegt: nou, ga maar strijden, zoek het maar uit. Ik neem nog een glas wijn. In Psalm 23 wordt als het ware het karakter van de koning getekend. Hij is een herderkoning. Ja, en dan schrijft David hier, juist in het donker: U bent met mij. Maar wie een beetje weet waar de Bijbel over gaat, en wie bij Blijdenschapsgradatie een poos geleden erbij was, die weet dat er in Psalm 22 ook staat, in vers 2, dat David schrijft: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U bent helemaal niet bij mij, ik ervaar u op afstand, ik ervaar u niet. En in Psalm 23 zegt hij, juist als het donker wordt: U bent met mij. Hoe kan dat? Hoe kunnen wij Psalm 23 nou ons eigen maken? Ik denk dat dat kan, omdat er één geweest is. Die zei: Vader, laat mij maar als de goede herder op aarde zijn. En als ik dan als de goede herder mijn leven geef voor de schapen, dan neem ik Psalm 22 al op mijn lippen. En dan zie je hem daar hangen als het lam, het geslacht wordt en het uitkermt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij nooit verlaten zouden zijn. Opdat wij vanmorgen deze psalm mogen pakken en zeggen: Heere, u bent met mij. Ja, zelfs de dood is dan nog maar een schaduw. Al moet ik voor het dal vol schaduw van de dood. Ja, de dood is nog maar een schaduw. Want Jezus, hij stond op. De Vader wekte hem op. Een schaduw, ja, het is er. Maar het stelt toch eigenlijk ook weinig voor. Kan beangstigend zijn. Maar hij is er. Dan ben ik niet alleen. Wie wil deze herder nou niet? Ja, en dan staat er natuurlijk door het dal vol schaduw van de dood, dat roept toch een donker beeld op. En er is een uitlegger die zegt erbij: weet u hoe de schapen dan konden weten dat de herder bij hem was? Dan tikte die herder met zijn staf op de grond. Tik, tik, tik. Ik hoor hem niet. Ik zie hem niet, maar ik hoor hem wel. Ik hoor het getik. En zo kijkt de Heer ons vanmorgen aan. En de vraag van vanmorgen is dan ook: wilt u nou schaap zijn? Wilt u schaap zijn van deze herder? Ja, ik kan me voorstellen dat u zegt: ja, de Heer is mijn herder. U bent met mij, dat is fijn. Maar wilt u dan ook echt zijn schaap zijn? Misschien loop jij wel makkelijk weg. Of wil je stiekem toch wel graag naar een ander plekje, je eigen weg gaan?
Of worstel je met de domme schapen om je heen? En voel je je beter dan de schapen die om je heen zijn? Maar om echt deze psalm te kennen, is het belangrijk dat we weten wat het is om schaap te zijn. Dat je dus echt afhankelijk bent. En dat je iets beseft van wat Jesaja 53 zegt. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Zo zijn wij. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen de betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar het deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Bent u schaap? Bent u schaap van deze herder? Dan is het leven niet altijd makkelijk. Dan kunnen er ook tegenstanders zijn, zegt deze psalm. Maar dan zegt deze dichter ook: u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Dat is eigenlijk een nieuw beeld. Hoort het helemaal bij het herder zijn? Maar het laat in ieder geval wel zien dat die herder ook echt de verbinding heeft met zijn schaap. Wat bedoel ik? Nou, eten in de Bijbel, de tafel gereed maken, is veel meer dan even je maag vullen. Even een hapje eten. Als iemand de tafel voor jou gereed maakt, dan is dat een blijk van: ik wil verbonden zijn met je. Ik wil echt gemeenschap hebben met jou. Echt van harte verbonden zijn. Wij horen bij elkaar. David zegt: weet je wat ik in mijn leven nou gemerkt heb? Dat ook al zijn het dalen, ook al zijn het tegenstanders, dat de Heere de tafel voor mij gereed maakt en mij laat ervaren. Hij wil dat ik bij hem hoor. Hij wil voor mij de herder zijn. Heere, ik hoor bij u. U hoort bij mij. Dat is toch intiem? Als dat vanmorgen de uitwerking van de dienst is. Nee, we vieren geen avondmaal. Maar toch aan de tafel bij de Heere. Voor de ogen van mijn tegenstanders. Ja, de tegenstanders zijn er. Die kijken mee. Die loeren. Maar te midden van alles wat mij wil pakken. Satan. Verleiding. Maakt hij de tafel gereed. Ervaar ik vanmorgen weer. De Heere is er voor mij. Ja, hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ook dat zalven van het hoofd. Dat is iets van erkenning. Iets van inwijding. Iets van er helemaal bij horen. De Heere bevestigt het, zegt David, voor mij. Ik mag aan zijn tafel. Hij zalft mij. Hij laat mij helemaal merken. Te midden van alles wat er speelt in mijn leven. Ben ik van hem. Is hij van mij. Mijn beker vloeit over. Ik heb genoeg. Ja, en dat is nou het voorproefje van wat er eenmaal gaat komen. Kijk, alleen zijn, dat is heel moeilijk. Daar begon ik de preek mee. Je kunt je soms alleen voelen. We weten allemaal dat we op een moment komen dat je echt alles en iedereen moet loslaten. Je man, je vrouw, je kinderen, je vrienden, je bezit, je huis, je auto, je brommer, je fiets. Je moet alles loslaten. Maar u bent met mij. Die band die de Heere gemaakt heeft, die gaat nooit meer kapot. Als hij uw herder is, dan kan niets u scheiden van zijn liefde. Ben je vanmorgen afgedwaald? Hij trekt je terug met zijn staf. Bent u gewond geraakt? Hij wil je zalven met olie. Heb je dorst gekregen en les je dorst op de verkeerde plaats? Hij wil je dorst lessen. Ben je misschien verstrikt geraakt onderweg? Hij wil je bevrijden. U bent met mij. Nu vandaag. Op het moment van mijn sterven. Voor eeuwig. Hij doet. U bent. Ja, en wie zal dan niet zeggen: ik zal. Ja, als goedheid en goedertierenheid je volgen, zo zegt de dichter het. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. En wie zegt dan niet: ik zal in het huis van de Heere blijven. Tot in lengte van dagen. Ik wil dicht bij hem zijn. En voor David betekende dat dus, waarschijnlijk was hij al koning.
Want hij heeft het over het huis. Dus de tempel was misschien, wilde hij bouwen, of de tabernakel was in de buurt. Je hebt het idee dat hij koning is. Hij kan niet zomaar naar de schapen toe. Maar hij zegt, daar wil ik zijn. Waar het altaar is, waar ik God kan zien. Hij zal daar blijven in lengte van dagen. Natuurlijk, hij moest ook zijn gezin opvoeden. Hij had belangrijke taken. Maar ik wil dicht bij hem zijn. Erkent u dat nou ook, van binnenuit? Niet dat het maar moet. Maar omdat je hebt leren kijken naar de herder als zo'n goede herder. Dat je zegt, ja, maar ik zal ook. David die zegt, ik moet erbij horen. Bij die kudde. Natuurlijk, dat kan best wel eens lastig zijn. Niet alle schapen hebben dezelfde kleur. Niet alle schapen blaten hetzelfde. Sommige schapen die weten vooral hoe het vroeger was. Andere schapen willen vooral nieuwe dingen ontdekken. Het gevaar van de gemeente als kudde van God is dat wij ons vooral druk maken over wat wij nou willen. Hoe vinden wij als schapen het fijn om kudde te zijn? Hoe kan deze kudde het mij fijn maken? Het mij naar de zin maken? Is dat nou het doel? Het doel van de kudde is toch dat we dicht bij de herder blijven. Wat is uw doel? Als u zegt vanmorgen, ik zal. Wat zet u er dan achteraan? Als hij doet voor u. Als u bent. Ik zal. Wat zou u er achteraan zetten? Dat betekent denk ik ook dat u van harte bij de kudde bent. En betrokken blijft. Zodat je kan roepen naar de herder. Heren, dit schaap en de kudde heeft u nodig. En zodat je soms van heel dichtbij kan zien hoe de herder zich uitstrekt naar dat ene schaap dichtbij jou. Samen onder de indruk. Broeders en zusters. Er zijn er hier toch, die kennen de Heere als herder al zo lang. Kunnen de jonge schapen van de kudde aan u zien hoe goed de herder is? Als ze naar u kijken, roept dat een verlangen wakker om te zeggen, ik zal ook van harte bij de Pniokerk horen. Ik zal van harte u dienen. Ik wijs u op een andere herder, Jacob. Jacob aan het einde van zijn leven, in Genesis 48, hij gaat bijna sterven. En hij kijkt naar zijn kleinkinderen. Dan zegt hij in vers 15, ik zeg het met eigen woorden. De God die mij als herder geleid heeft, zegene deze jongens. Zijn kleinkinderen. Jacob, leugenaar. Een dief, hier de lichter. Ik ben een schaap. Ik ben afhankelijk. Maar ik heb God leren kennen als herder. En mijn wens, mijn verlangen voor mijn kleinkinderen is dat deze God hen als herder zegent. Is dat ons verlangen? En mag u dan ook de zegen zijn voor die jonge schaapjes van de kudde, de lammetjes. Staan we ernaar. Dat niemand van ons zal schrikken als we schijnen voor de rechterstoel van Christus. Hoort u vanmorgen de stem van de goede herder? Want Jezus zegt in Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Volgt u de herder? Volgen we samen de herder? Ik ben soms wel eens bang dat mensen deze psalm heel mooi vinden. Wat een prachtige bewerkingen. Wat een prachtige schilderijen. Maar dat er heel veel schapen in Nederland zijn die het intussen wel best vinden. Die de herder wel vooruit zien gaan met hun kudde en denken, nou ja, weet je, voor mij is het wel best zo. Er was een schaap en die kreeg de naam Schrek. Het schaap ging bij de herder vandaan. Een aantal jaar geleden in Nieuw-Zeeland. 7 jaar lang leefde het zonder herder. Het was 1 grote bol wol. Wel 30 kilo kwam er vanaf. Je zag het aan het beest. Het beest leed, het was ziek. Het was heel groot door al die wol, maar tegelijkertijd een heel mager, scharminkel dier. Het beest leefde zonder herder. Is er iemand vanmorgen die zo leeft, die zo geleefd heeft? Deze herder roept je. Kom bij de kudde. Ik wil jouw hoofd zalven. Ik wil de tafel aanrichten. Wat een wonder. Als je vanmorgen dit omarmt en zegt, de Heer is niet alleen de herder. De Heer is onze herder. Maar de Heere is mijn herder.
En dan kan er nog van alles gebeuren. Maar dan weet ik het van harte. Dicht bij de herder is het goed. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, u heeft zich laten kennen als de herder van Israël, als de herder van David. En we danken u, Heren, dat die woorden zo vaak terugkomen in de Bijbel. En die woorden die raken een snaar bij ons. Ze zijn op zoveel manieren vertolkt. En op zoveel kruispunten in het leven hebben ze gesproken. Ook onder ons zijn er die daarvan weten. En we danken u, Heren, dat u ook de herder wil zijn van ons als gemeente. En geef dat wij allen dat mogen omarmen. Dat u mijn herder bent. Heren, u trekt ons. U roept ons. U leidt ons. U geeft ons zoveel. Wij danken u daarvoor. Open onze ogen daarvoor. En bewaar ons, Heren, voor dwaalwegen. Heren, wij zijn kwetsbare, afhankelijke mensen. Wij hebben uw zorg elke dag nodig. Zegent u ons dan, Heren, als uw kudde. U geeft ons ook verantwoordelijkheid om gemeente te zijn. Om kerkdiensten te beleggen. Om dingen te organiseren. U geeft daarin ook een stuk ruimte. Wij vragen u, Heren, leidt u ons daarin door uw geest. Voor de ambtsdragers, Heren, die hebben dat nodig. Maar ieder die een taak heeft,
In het verborgene. Of wat meer op de voorgrond. Spontane acties, heren. We denken ook aan de schapen die misschien wel ingeschreven staan bij deze kudde. Maar die weggelopen zijn. Roept u ze, heren. Trekt u ze. Heren, de God die... Je bent toch die God die Jacob geleid heeft als herder. Zegent u zo ook in het bijzonder de jeugd van onze kerk. Er komt van alles op ze af. Ze staan misschien wel midden in het leven met veel mogelijkheden en vreugde. Maar misschien ook wel vragen en zorgen. Zorgt u als de herder voor ze. Geef in het jachtige leven dat ze rust mogen vinden bij u. Maar geef het ook aan de ouderen. Heer, als het leven soms zo aan hen voorbij gaat. Zich alleen voelen. Een lege plaats ervaren. Als het leven niet meer gaat zoals wil. Wij danken u dat u bij ons wil zijn. Wij danken u dat u Heer Jezus beloofd hebt. Dat u ons nooit los zal laten. Ook niet in de dood. Machtige Heren, leid ons dan als uw kudde. Bewaar ons ervoor dat wij als schapen onderling ruzie maken. Maar help ons om u te volgen, u te dienen en u dan ook van harte te eren. Ja, machtige Heren, zegent u zo onze kerk. Zegent u alle kerken hier in Veenendaal. Zegent u het werk van de poster. Zegent het bredere kerkelijke leven, ook in onze CGK, Heren. We hebben ons kerkverband uw zegen hard nodig, met alles wat er speelt. Heren, wij vragen u om uw zegen. We denken ook aan dominee van der Weert en dominee Kronenberg, die ontslapen zijn in de Heren de afgelopen periode. Wees bij de familie, wees ze nabij. Als ze hem moeten missen, die ook hebben mogen preken over de goede herder. Heer onze God, zegent u ook alle dingen die geregeld worden. Als we gelezen hebben dat er problemen zijn met de geluidsinstallatie, dat u helpen en zegenen de komende tijd. Als we nu nog even moeten met de oude installatie en als de nieuwe installatie geplaatst zal gaan worden over een poosje, zegent u daarin het werk van de commissie van beheer. We danken u, Heren, dat we rijk gezegend zijn. Dat we ook mogen delen van wat we krijgen. Zegent u daarom het werk van de diaconie. Zegent u ook de voedselactie die zal starten. Geef uw zegen daarover. Stel ons tot een zegen. Laat mensen om ons heen onze woorden horen, onze daden zien. Laten we ze mogen zien dat wij verkwikt zijn in u. Opdat zij uw naam zullen eren en u ook gaan volgen. Grote God, zegen ons, aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere. En daarna zingen we onze slotzang, Psalm 68, vers 5. Nou, we zingen, uw hoop, uw kudde woonde daar. En dan is er reden om de Heere te loven, want verderop staat er dan, de Heere gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Psalm 68, vers 5, naar de inzameling van de gaven.
wijs u nog even op dat de diaconie straks bij de uitgang tassen uitdeelt voor de voedselactie. En voor de gezinnen die dat hebben aangegeven, ligt er ook een adventpakket klaar. En mocht u zichzelf ook verder willen verdiepen in de psalmen, het gebruik in de gezinnen, dan is er komende week ook nog een toerusting daarvoor. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.